Het is een heerlijke, warme zomerdag. Maar dan ontstaat er zo'n donkere onweerswolk en valt er ook nog eens ijs uit de lucht. Hoe kan het nou hagelen? Het is bijna 30 graden. 30 graden aan de grond betekent niet dat het ook 30 graden boven je hoofd is. Sterker nog, enkele kilometers boven je vriest het. En dat is precies de kou die we nodig hebben voor het ontstaan van hagelstenen. En naast die temperatuurverdelingen hebben we ook een grote onweerswolk nodig. De cumulonimbus. Die kan al tot 16 kilometer groot worden. De wolk bestaat onderin uit waterdruppeltjes. Hogerop zijn het ijsdeeltjes. In een deel van de bui is sprake van een mixed zone, met onderkoeld water en ijs. In de buienwolk zijn sterke opwaartse bewegingen die de waterdruppeltjes meenemen. Hogerop botsen de druppeltjes tegen ijsdeeltjes en hierdoor ontstaan ijsbolletjes die ook weer botsen en samen klonteren. Zo blijven de hagelsteentjes groeien totdat ze te zwaar worden of buiten de zone van de opwaartse stroming komen en naar beneden vallen. Tijdens de lange val komen de hagelstenen soms weer in een opwaartse stroming terecht en kunnen ze verder groeien. Dit proces van vallen en stijgen kan zich een aantal keer herhalen. Maar uiteindelijk worden de hagelsteentjes te zwaar en overwinnen ze de opwaartse stroming. En dan vallen ze dus op de grond. Auw! Zomerhagel kan heel groot worden. Dat komt vooral door de sterkte van de opwaartse stroming. Die met gemak boven de 100 km per uur uit kan komen. En dat kan hagel opleveren van soms wel 11 tot 12 centimeter. En in Nederland is dat ook wel eens gebeurd. Ter referentie, dat zijn hagelstenen ter grootte van misschien wel een grapefruit. Veel vaker zijn hagelstenen een stuk kleiner. Hagelstenen ter grootte van een ert of ter grootte van een knikker komen een stuk vaker voor. Daarvoor is de opwaartse stroming een stuk lager, zo'n 40 km per uur. Bij snelheden van 60 km per uur heb je al hagelstenen ter grootte van een euromunt. Zelden zie je hagelstenen ter grootte van een walnoot. Of zelfs een golfbal! Of zelfs een golfbal. Dan moet de opwaartse stroming zo'n 100 km per uur zijn. Zeldzaam zijn hagelstenen ter grootte van tennisballen. Of zelfs van grapefruits. Minstens 10 centimeter groot. De opwaartse stroming moet daarvoor wel 160 km per uur of zelfs meer zijn. Maar buienwolken met een opwaartse stroming boven de 120 km per uur komen in onze omgeving nauwelijks voor. Daarnaast is het hagelspoor van een bui over het algemeen vrij smal, waardoor niet veel mensen met de grootste brok ijs uit de lucht worden geconfronteerd. Maar als je er toch in terecht komt, zorg dan dat je gaat schuilen, want die grote hagelstenen kunnen voor best wat schade zorgen. Oeh.